een paardrijden? Van mij mag dat, Julieke, maar weet je waar? En kan dat vandaag nog? Dat weet ik niet. Ik weet wel een goede manege en het kost niet veel geld. En daar kun je vandaag nog naartoe. Wie moet er nu? Yes! Misschien papa, want papa weet de weg. Ja, lieverd, dat zal ik doen, want ik ken ook de weg. Oké, voor mij is dat goed. Mama. Wom, wom. Oké, lieverd. Parking. We zitten in de parking. Hm? We zijn er! Ja, maar nu nog uit. Maar we zijn er toch al? Ja, maar nog een beetje stappen. En dan zijn we er helemaal. We zijn er. Yay! Liefje, ik kom je saus terughalen. Doei! Juf, als je hier komt trainen. Ik noem Sarah. Ik kom hier sowieso trainen. En ik heet Julie. Dit boekje staat op wie je mag rijden. Er staat je naam en dan je paard. Maar de eerste keer mag je zelf kiezen. Maar daarna, als je hier komt trainen, moet je wel het boekje volgen. Oké, cool. En op wie moet ik? Mag je zelf kiezen. Cool, maar ik weet de paardjes nog niet. Je rondleiding geven. Yes! Een meisje dat hier, waar haar paard, haar eigen paard, hier in onze stallen staat. Jij zegt toch, ik ben Natasha, mijn paard. En ze heet White Star. Wauw, mooi. De kleine ponies of de e-ponies. Ik wil liever op een groot paard. Kleine ponies of de e-ponies. Ik wil liever op een klein paard. Dit zijn de kleine ponies. Of genaamd de e-ponies. Ik wil liever op een groot paard. Oké, dat mag. Welk groot paard wil je dan? Op deze, hoe heet die? Dream. Oh ja, daar wil ik echt op. Oké, dat is goed. Dan gaan we ze nu opzadelen.
Zo, ik zie dat je al hebt opgezadeld en een cap op hebt en een zweepje bij je. Ja. Goed zo, we gaan naar de buitenpist. Oké, mag ik hem vasthouden? Ja. Dus jij bent de nieuwe leerling. Ja. Jij mag vandaag in mijn klas, vandaag meekomen trainen. Oké, moet ik bij dat grote meisje? Nee, die heeft al getraind. Die gaat nu echt weg. Oké, ik wil niet springen, hè? Nee, maar dan haal ik nog weg hoor, Poppy. Oké.